Zelf noemen ze het de rechtszaak van de eeuw. De zaak van Milieudefensie samen met 17.000 burgers als mede-eisers tegen Shell. Dat bedrijf zou te weinig doen tegen klimaatverandering. De eisers willen dat Shell haar beleid afstemt op het klimaatakkoord van Parijs. L'accord de Paris pour le climat est accepté. In 2015 is daar afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen moet worden teruggebracht om ernstige klimaatschade te voorkomen. Volgens Milieudefensie moet Shell al in 2030 45% minder uitstoten. Terwijl geen enkele private partij het energiesysteem eigenhandig kan veranderen, ook Shell niet. Shell zelf wijst erop dat het klimaatakkoord een afspraak is tussen landen en geen verplichtingen schept voor bedrijven. De rechtbank die vanmiddag uitspraak doet, weet zich verzekerd van massale internationale belangstelling. Want het zou ronduit historisch zijn als een rechter een multinational dwingt zijn beleid aan te passen. Meneer Winia, waarom zou dat ronduit historisch zijn? Omdat niet eerder een bedrijf van deze omvang is veroordeeld vanwege zijn klimaatvoornemens. Mm-hmm. Er zijn wel bedrijven veroordeeld vanwege klimaatverleden en dan moesten boetes betalen. Maar in dit geval gaat het dus over wat je in de toekomst wenst te doen. En gaat het ook echt over beleid en niet over schade die je hebt aangericht. Ja. En dat kan grote gevolgen hebben, want Shell is een grote firma, maar niet de enige grote firma. En je mag aannemen dat mocht Shell veroordeeld worden, dat ook Esso en al die andere, ExxonMobil moet ik zeggen, ja, en al die andere grote firma's voor de bijl gaan. Dat als het, het zo gaat. Dat het een precedent schept. Ja. Hoe is deze zaak anders dan de Urgenda-zaak die we eerder hebben gezien? Het belangrijkste verschil, de overeenkomst is dat het allebei voor een Nederlandse rechter is. Dat het Nederlandse actiegroepen zijn die dat doen. Het is zelfs dezelfde advocaat, Roger Cox, die ook denkt dat hij kan winnen omdat hij met Urgenda heeft gewonnen. Mm-hmm. Het grote verschil is, Urgenda was een rechtszaak tegen de staat der Nederlanden. En dit is een rechtszaak tegen een particulier bedrijf, ook al is het grootste bedrijf. Verreweg het grootste bedrijf van Nederland. Is dit iets wat naar uw inzien in de rechtszaal zou moeten worden uitgevochten? Dat lijkt me niet, maar het is tegelijkertijd wel zo dat de rechter daar wel mogelijkheden voor heeft en ook ervaring mee heeft, kun je zeggen. Mm-hmm. Dus Urgenda is weer het voorbeeld. Ten eerste heeft de Nederlandse wetgever, de Tweede Kamer in dit geval, ook in het burgerlijk wetboek een kwart eeuw geleden de mogelijkheid geopperd dat kleine clubjes, zoals Urgenda, of wat grotere clubs, zoals Milieudefensie, dat die een beroep kunnen doen op het algemeen belang. Dus je hoeft alleen maar in je statuten te zetten dat je het algemeen belang vertegenwoordigt. Of de rechter moet dan erkennen dat je het algemeen belang vertegenwoordigt. Ook al ben je met z'n tweeën of met z'n drieën. Ja, want hoe kun je dat dan? Hoe doe je dat dan? Ja, hoe kun je iemand ervan overtuigen dat jij namens iedereen spreekt? Nou ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. En daarom is het ook een absurd. Dat zou ook absoluut aangepast moeten worden, die wetsregel. Ik denk dat ze ook hier en daar wel in Den Haag wat mensen rondlopen die er spijt van hebben. Ze hebben al een kleine aanpassing gepleegd. Ze moeten nu, als je nu wat Urgenda gelukt is, zou nu misschien niet meer lukken. Mm-hmm. Dus je moet ook een soort representativiteit laten blijken. Dus als je kunt niet meer met 2-3 man Een zaak tegen de overheid beginnen. Dan een moet hoop je wel handtekeningen hebben. Nou, bijvoorbeeld, ik weet niet precies hoe dat geregeld is, maar je moet echt een achterban hebben ter grootte van een vakbond, bij wijze van spreken. Wil je nog zo'n zaak aan kunnen spannen? Maar tot dusver, Urgenda is ermee weggekomen, kun je zeggen. Er zit nog een juridisch fenomeen aan. Het is niet alleen dat je dus vrij makkelijk als actiegroep naar de rechter kunt lopen. Maar de rechter die heeft ook de neiging om steeds meer naar het Europese, niet het Europese recht van Brussel, maar naar het mensenrechtgerecht in Straatsburg te kijken. Nou ja, in Straatsburg hebben ze alles ongeveer dat mensenrecht verklaard, inclusief het klimaatbeleid. Ja, als je het dan toch hebt over dat algemeen belang, het zijn toch 17.000 medetekenaars. Dat is niet niks natuurlijk. Nee, maar dat is ook niet heel veel. En als we weten hoe snel je, zeker met moderne middelen, via internet en sociale media, handtekeningen kunt verzamelen, 17.000, als het moet, doe ik het in een uur. Ja? Dus, ja. Oké, nou dat als ik ooit een keer handtekeningen nodig heb, dan stuur ik eventjes een appje. Marieke, als straks de rechter bepaalt dat Shell meer zou moeten doen, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat Den Haag dan eigenlijk misschien niet streng genoeg is geweest op die multinational. Denk je dat er vanuit die blik ook met spanning wordt gekeken naar deze uitspraak?
Nou, er wordt sowieso wel met spanning naar gekeken, denk ik. Want ze hebben zich al in het verleden vaker vergist als het gaat over uitspraken. Toen werd de staat wel zelf ook gedaagd. Mm-hmm. Maar ik heb bepaalde nonchalance gezien dat ze elke keer toch wel verrast werden door de uitspraak. Dat was ook bij stikstof zo. En onlangs zelfs nog in die Willem Engel rechtszaak. Dus ze zullen er zeker met spanning naar kijken. Het heeft allemaal direct natuurlijk ook te maken met dat klimaatakkoord. Dus in die zin wel. Ik denk wel dat ze echt erop hopen dat het voordeel valt naar richting Shell. Denk ik. Ligt aan welke partij ik het nu over heb. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik heb het even over het kabinet. Maakt heel veel uit. En nee, dan nog. Ja. Maar in ieder geval, in het kabinet zitten natuurlijk ook ChristenUnie en D66. D66, zeker. Dat ook rivaliserend met GroenLinks echt een grote claim heeft gelegd op het klimaatbeleid van het nog zittende demissionaire kabinet. Ja. Dus de politieke opvattingen die lopen gewoon gelijk op met wat een normaal klimaatbeleid en zo. Maar overigens beweert Shell natuurlijk dat ze al heel veel doen, zoals in Nederland, aan dat klimaatbeleid van Nederland. En wat doen ze dan voornamelijk? Subsidie ophalen om hun CO2 onder de zeebodem te stoppen. Dus je moet je afvragen of je als belastingbetaler blij moet zijn met een veroordeling van Shell. Misschien al gaat het ons nog meer geld kosten. Oh, want u denkt dan dat stel Shell wordt veroordeeld, dat ze dan meer subsidie krijgen van Nederland om te verduurzamen? Nou, ze zullen dan ongetwijfeld nog meer inzetten op het door de belastingbetaler, door de overheid, vergoeden van hun klimaatbeleid. Nou, we weten hoe dat gaat. Shell heeft daar hele goede lobbyisten en hele goede advocaten voor. En nog in januari van dit jaar is er meer dan 2 miljard euro vrijgemaakt door net voordat hij vertrok, door Erik Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat. Meer dan 2 miljard voor CCS, zoals dat heet. Dus het onder de zeebodem stoppen van CO2, in belangrijke mate geproduceerd door Shell. Dus als burger ben ik ook niet zeker van of we blij moeten zijn met zo'n veroordeling van Shell. Nee, dus in dat geval bent u dus dan eigenlijk een beetje pro-Shell. Nou, maar ook niet helemaal. Ik ben helemaal niet loyaal aan welk bedrijf dan ook. En er valt veel aan te merken op Shell. En misschien is Shell iets te groot voor Nederland. Maar in dit geval denk ik wel dat het recht zou zijn als ze vrij uit zouden gaan. Ja.